Nederland komt thuis. Even bijkomen. Dit is de 5 uur show met Catherine Keil. Welkom, welkom bij de 5 uur show. Ik hoop dat u een leuk weekend heeft gehad en u zet gewoon de knop aan en we zijn er. Maar deze mensen zijn vanmorgen al om 7 uur vertrokken om de 5 uur show bij te kunnen wonen. En dan zien ze ook alles, hè? Nieuwe vloerbedekking roepen ze, te korte rok heb ik aan. Ja, zeiden ze, te korte rok. Ik ga gewoon een beetje achter Henk staan, dan zien jullie dat niet. En nou ja, kortom, wel heel gezellig dat jullie er allemaal zijn, hè? En nou ja, Henk, 119 dagen is hij nou onderweg. En hij is, denken wij, in de buurt van de Canarische eilanden. In principe moet hij nou toch binnen de kortste keren terugkomen. En woensdag gaan we het uitgebreid in de uitzending over hem hebben. Inmiddels wordt er gevochten om de blaadjes. Het is alweer toegezegd van tevoren voor de uitzending. Alsjeblieft. En wij gaan naar het bloemetje. Er wordt al gevochten. Ja, ik eerst hoor. Nee. Samen netjes doen, hè. Niks met dat blaadje vechten. Goed. Ilse Klein, je kijkt alsof je het heel eng vindt allemaal. Ja. Vertel, je hebt iets goed te maken, begrijp ik, met Nella van de Fraude. Wat is er aan de hand? Ja, dat is mijn tante. En ik ben met hun op wintersport geweest. En ik heb me in die vakantie niet echt netjes gedragen. Ik kwam veel te laat thuis 's avonds. Ik was nooit op tijd met eten. Ik deed gewoon wat ik zin in had. En de druppel die eigenlijk de emmer deed overlopen was dat ik ook nog eens een veel te hoge telefoonrekening mee naar huis nam. Nou, en ik heb hier achteraf ontzettende spijt van gekregen. Maar waarom deed je dit dan? Nou, ik wou gewoon een beetje mijn eigen zin. Je wou gewoon even lekker dwars zijn? Even lekker dwars liggen. Ja, ja. Nou, we zijn op deze manier gewoon op een hele nare manier uit elkaar gegaan. Helemaal geen contact meer gehad. En ik vind het gewoon heel erg. Ja, want je vindt je tante gewoon wel heel erg leuk. Het is een hele lieve tante. Ja, nou, we zochten een bos bloemen uit in de kleur die ze prachtig vond en we gingen naar haar toe. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Zijn we hier bij Nella? Ja. Nella van de Vranden. Dat klopt. Echt waar, komt er eens een klein beetje bij, want we hebben wat voor u. Waarom dan? Ja, waarom zou dat nou zijn? Een bloemetje, alstublieft. Wat schattig. Ja, mooi hè? Ziet er beeldschoon uit. Precies in de kleur die ik mooi vind. Oh, nou kijk aan. Zeg mevrouw, dat is een bloemetje van de 5 uur show. Kijk ik nooit naar. Kijkt u nooit naar? Nee. Nou, in de 5 uur show zit elke dag het bloemetje. En met dat bloemetje mag iemand wat goed maken met iemand anders. Oh? En dus in dit geval wil er iemand iets goed maken met u. En wie is dat dan? Ja, dan zou u eens moeten raden wie dat nou zou zijn. Dat is iemand die ergens enorme spijt van heeft en ergens haar excuus voor wil aanbieden. Het is iemand die mee is geweest met u op wintersport. Gaat u al wat dagen? Nee. Nee, echt niet? Nee, echt niet. En diegene die heeft zich nogal misdragen op die wintersport. Oh, mijn nichtje? Ja. Wow, wat schattig. Over wie hebben we het? Ilse. Over Ilse, ja precies. Van haar is dat bloemetje. Nou, dat vind ik leuk van haar. Dat vind ik heel lief. Wat is er toen gebeurd? Nou, ze is met ons mee geweest op vakantie en nu niet kunnen komen. Nee, dat doen we altijd aan de deur. Oh. En nou, ik heb er geen verdriet van gehad, maar ik heb er ook helemaal geen plezier van gehad. Nee. Dus dat is me een beetje tegengevallen. En zij heeft toen nogal wat telefoontjes gepleegd, hè? Ja, dat was ook niet helemaal de afspraak. Had ze geloof ik voor 150 gulden telefoontjes gepleegd. Oh, meent u dat dan? Ja. Op uw rekening? Nee, op haar moeders rekening. Maar goed, ik zou de kas beheren. Dus ja, ja. Ik vond dat... En ik had er een paar keer gezegd dat ze dat niet moest doen, omdat het erg duur was. Maar ja. Mevrouw, met dit bloemetje probeert het een beetje goed te maken. Nou, ik vind het heel lief van haar. Lukt dat ook een beetje? Uiteraard. Ja? Natuurlijk. Dat is toch niet leuker dan wanneer je zelf inziet dat je iets verkeerd gedaan hebt? Ja. Het begin van alle wijsheid, zeg maar. Ja. Wat zou u nou nog eventjes tegen uw nichtje willen zeggen? Nou ja, dat ze... Ik denk dat ze meer moet stilstaan. Dat ze een ander ook verdriet aan kan doen. Niet zomaar klakloos de eigen gang gaan, maar... ook eens een beetje meer aan de ander moet denken. Nou, inzien dat je fout was is het begin van alle wijsheid, zei ze. Ja. Vind je dat ook? Ja, eigenlijk wel. Ja?
Hey, maar ik begrijp nog steeds niet waarom je dat dan allemaal gedaan hebt, hoor. Want het is toch eigenlijk stom. Ja, stom, inderdaad. Maar die tante van jou, die verdienen dus alleen al een bloemetje, omdat ze volgens mij nog de enige is die niet weet wat het bloemetje is in Nederland. Ja, maar met Sonja Barend misschien maar. Oké. Okay. Hey, ik zou zeggen bedankt dat je hier was. Ja. En wij zeggen tegen u, van als u wat goed te maken heeft, als u ruzie heeft met iemand, of het is echt dat u denkt van, ja, ik kan het eigenlijk alleen nog maar met een mooi bloemetje zeggen, dan kunt u bellen, nu meteen, met 06-300-444. En wie weet komt het dan allemaal weer goed. Je kunt natuurlijk met je hond gaan wandelen, maar je kunt hem ook behendigheidstraining geven. En als je dan ziet wat die beesten allemaal kunnen, dat is niet te geloven. Gisteren waren er wedstrijden en Loes van de Boogaard, die was daarbij. Toen ik begin 80e jaren de eerste behendigheidswedstrijd in Engeland op de Kluft zag, had ik iets over me van, nou, dat moeten wij honden ook mee kunnen maken. Dus hebben we het naar Nederland gehaald en ik heb er nooit een cent spijt van gehad. Behendigheid is echt iets voor iedereen. Alle mensen, alle honden, mits in goede conditie, kunnen deelnemen. Hier in Amsterdam, bij de KCA, werd vandaag de eerste buitenwedstrijd gehouden van het seizoen. Er waren maar liefst 180 deelnemers en die kwamen uit verschillende landen. Niet alleen uit Nederland, maar de Denen waren er, de Zwitsers en zelfs Engelsen. Voor de kleine hondjes wordt natuurlijk het parcours aangepast. En wanneer is een hondje nou een klein hondje? Als de schouderhoogte niet boven de 40 centimeter is. Ja. Hoe oud is die? Hij is nu 4,5. Hij wordt in juni 5. Ja. Hij wil wel. Ja, zeker weten. Kan je hem nog een beetje bijhouden? Daar heb ik nog wel moeite mee. Je moet er wel conditie voor hebben, voor die behendigheid. Die heb ik niet meer, dus ik speel alleen nog maar mee als keurmeester. En Bob, met zijn lange benen, dacht dat hij mijn honden bij kon houden. Nou, dat was ook lachen geblazen. Er zijn in dit parcours drie toestellen met raakvlakken. De kattenloop, de wip en de aasschutting. En het is de bedoeling dat de hond met minstens één poot, dat mag een voorpoot, een achterpoot zijn, dat raakvlak aanraakt voordat hij helemaal naar beneden gaat of tot naar boven opspringt. Nee, ik heb in het buitenland al wedstrijden gedaan. In het buitenland, waar ben je geweest? Vorige week in Tielt. Daar is hij 5e scoren. Hij heeft het voortreffelijk gedaan. Hoe oud is hij? 4,5. 4,5. En hoe lang ben je al bezig met de behendigheid? Vanaf 1919 ongeveer. Er kan er natuurlijk maar één de beste zijn. En dat was vandaag een hele goeie. Nou, die Australische kettledog die gaat ons even laten zien hoe het parcours eruit ziet. Twee hoogtesprongen, de wip, een breite sprong. Goedemorgen, juffrouw Pietersen, de paaltjes. Kijk eens even, hartstikke. Door de band heen, de tunnel, op de tafel en 5 seconden mooi blijven liggen. Prachtig, ja hoor. En nu kan hij weer verder. Een hoogtesprong en een scherpe bocht naar links. Weer een hoogtesprong en een kattenloop. Het eerste vlak had hij goed. Goed zo. Laatste vlak ook een hoogtesprong. De slurf. Komt hij bij de aanschutting. Nu gaat het goed, gaat goed, gaat goed. Een hindernis. Weer die scherpe bocht. En op naar de finish. Keurig. Aan je de
was het, oh, ja, dat was het. Ja, 37,4, mooi. Zo. Wat mooi, goed. Zo, nou, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Mooi, kerel. Er zijn dit seizoen meer dan 20 wedstrijden in Nederland over het hele land verspreid. En u kunt daar gratis naartoe. De hond mag ook mee als u maar aan de lijn houdt. En dan kunt u echt gaan genieten. Ja, hartstikke leuk. Volgens mij zou het nog leuker zijn als die baasjes dat parcours zelf ook deden. Maar ja, dat zal wel heel lastig zijn om door zo'n gat te springen. Maar er zijn een heleboel beesten die allerlei kunstjes kunnen. En we laten u weer een kunstje zien. Hallo, ik ben Monique. Dit is mijn kat Toelie en die is gek op olijven. Hij doet er echt alles voor om ze te pakken te krijgen. Kunsten kan, dan kunt u schrijven naar de 5 uur show onder vermelding van dierenrubriek postbus 15.500 1200 LW in Hilversum. U kent hem vast allemaal van Nothing's Gonna Change My Love, niets kan mijn liefde veranderen. Hij komt van Hawaii. En dat nummer werd dus al heel erg beroemd. Nu heeft u een nieuwe cd gemaakt. It's Alright to Love. En daarvan laten we u vanmiddag de single horen. Everybody needs somebody to love. Iedereen heeft iemand nodig die van hem houdt. Hier is die Glenn Medeiros. Burns deep inside of me. Ooh, oh yeah. Everybody needs somebody, yeah. Ooh, oh yeah. I'm in love with you, woman. Girl, I've been so away, wishing away. You would be my lover. Say to your sofa, just to get you off my marker. Every time I see your face, every time I look into your eyes, it touches me in so many ways. Makes me wanna fly. Take the time, look into my eyes. Maybe you will find everybody needs somebody to love. All the things you say, all the games you play, living like that way. Everybody needs somebody to love. You say that it's in love with you, but now you're really living for this money. Baby, it's so funny. Girl, as sweet as you could ever come to throw her life away. Leave your heart alone to stay high. No, you need security. But baby, I can feel this so much. All you need is loving and sincerity. And baby, dreams come true. And may I
burns deep inside of me. To love you in ecstasy over and over and over and over. The warmth of your touch, I need it so much. You're taking me home, leave me out of control. Noemen hem meneer Consument. Toen hij van de Varen naar de Tros ging, stond heel Nederland op zijn kop. Maar hij is nog steeds de stem des volks. Hier is hij, hij tekent voor de 5 uur show, Wim Bosboom. Hoi. Hoi. Ja, daar ben ik dan. Ja, ik blijf even naast je staan, omdat maar weinig mensen weten dat je zo ontzettend groot bent. Ja, maar we hebben toch naast elkaar gestaan als Kenny Rogers en... Dat is al zo lang geleden, joh, dat weten ze niet meer. Nee? Dat weten ze niet meer. Ja, nog wel, denk jij? Jawel, het was zo mooi namelijk, dat vergeet je niet. Dat is een hoogtepunt in onze carrière. Ja. Wim, je weet misschien dat we altijd met de handschriftanalyse beginnen. Ja. Daar kwam uit dat je taai doorzettingsvermogen hebt. Ja. Ja? Een taaie reptiel, zei Van Acht, hè, van zichzelf. Ja. En toen dacht ik, ja, zo voel ik me ook. Ja, ja, ja. Maar waar haal je dat dan vandaan, dat doorzettingsvermogen? Ja, als ik iets wil bereiken, dan laat ik me niet gauw ontmoedigen. En als het dan niet lukt, dan langs een omweg probeer ik het weer. Dus, nou, dat klopt met de tweede, want... Er staat ook dat je een beetje een bord voor je kop hebt. Dat moet je dus wel hebben. Want dat moet je hebben, ja. Als je op een gegeven moment van iets overtuigd bent. En dan kan je dat toch niet een kwartier later weer laten varen. Dus mijn grootvader zei altijd, wat hij in zijn kop heeft, heeft hij niet in zijn kont. Maar dat is duidelijk. Noem het maar eigenwijs. Ja. Maar dan kom je dan niet ook heel vaak met mensen in botsing? Jawel. Ik word natuurlijk een tikje ouder, dus ik ben veel aardiger dan vroeger. Vroeger was ik wel knap vervelend, hoor. Ja? Waar bleek dat dan uit? Ja, vervelende doordouwer soms. Maar goed, dat is allemaal een beetje weg. En ik heb al die eigenschappen nog wel, maar de scherpe kantjes zijn er vanaf. Ja. Ah. Je hebt ook weinig twijfel aan je eigen kunnen, zegt die... Ja, klopt. Gene die er zijn jouw hand bepaalde dingen die ik heel goed kan. En andere dingen weer niet. Wat kan je heel goed? Vissen. En wat kan je minder goed? Minder goed. Wat kan je niet? Nou, sport. Sport kan ik niet. En je was coach bij Sterrenslag ooit. Ja, maar kijk, de coach die bedenkt de tactiek. De coach moet een gemeen iemand zijn. Ja, ja. En die moet ervoor zorgen dat die ploeg wint. Maar ik heb het altijd heel vervelend gevonden. Bijvoorbeeld, ik heb geen kijk op de bal. Dat is heel erg. Dus vroeger met voetballen, dan kwam ik eraan, volle snelheid. En dan schopte ik ernaast. Ik heb tennisles gehad en dan kwam die bal en dan stond ik hier te slaan. En dan dachten ze dat ik het erom deed, maar dat is niet zo. Dat is al heel tragisch natuurlijk. Ja, dat is vreselijk. Zeker als je jong bent, is dat heel erg. Dus, nou ja. Dus dat heb je maar langs verder de kant te zwaaien en zo. Ja, goed. Ah. Dus je bent ook niet echt een ontzettende vervente voetballiefhebber of zo? Nee. Ik heb er vaak geen verstand van. En ik zal iets vreselijks bekennen. Ik was met twee vrienden wezen vissen op een zondag. En toen reden we terug en toen zagen we aan de viaducten overal oranje dingen hangen. Ja. En toen bij een benzinestation hebben ze ons verteld wat er was. We waren namelijk, geloof ik, wereldkampioen of zoiets geworden.
Dat was ons ontgaan. Oh ja. Ja. Dus ja, dat is heel erg. Daar heb ik wel me voor geschaamd. Ja. Een beetje wel. Ja. Ja, dat doet me denken aan de keer dat ik in de Schouwburg zat en ineens mensen hoorden joelen op het plein in Schouwburg in Amsterdam. En toen waren we geloof ik ook Europees. Ja, nou, dan heb je, dat zijn hele akelige dingen voor mensen. Ja, dat is ernstig als je dat. Ja. Je zit hier omdat jij ambassadeur bent voor de zomerzegels. Ja. Zullen we eens even kijken hoe jij die aanprijst? Ja, dat is leuk. Voor ome Jan, die graag minder afhankelijk wil zijn. Voor oma, die nog zoveel kan en wil doen. Voor alle ouderen die graag midden in de maatschappij willen blijven staan. Zomerpostzegels zijn oudere postzegels geworden. Zegels met een bijslag die ten goede komt aan het oudere werk. En met dat geld kunnen we er om te beginnen voor gaan zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Want daar begint alles mee, toch? Hé, op. Even nieuwe halen. Waarom doe jij die spot nou? Denk je aan je toekomst of zo? Nee, ik ben al ouder. Ik ben jong bejaard. Nee, onzin. Jawel, ik ben 64. Ah, nee. Ik zou niet zeggen. Hè? Nee. Nee, echt niet. Het is echt zo. En dan ben je jong bejaard. Oh, ja. En dan ja. Vind jij dat je zo'n spot... Wat, weet jij wat dat met het geld gebeurt precies? Van die zegels? Nou, kijk. Dat waren de zomerzegels. Hè? Daar gaat het om. En dat was vroeger voor sociaal-culturele dingen. En dat was vaag. En dat was op plaats niet meer over te brengen aan de mensen. Toen is er een onderzoek gedaan. En toen bleek dat ouderen... dat die eigenlijk op veel meer gebieden steun nodig hebben dan wij denken. En dat is dus... waarom die zegels in het leven zijn geroepen. Ja, ik las overigens wel van de week, ik weet niet of je in de verkeerde toestand bent gestapt, dat de PTT wil stoppen met die zegels met extra toeslag. Ja, kijk, PTT heeft daar een soort argument daarvoor. Die zeggen, het is uit de tijd. Ja. En dat moet je met behulp van acties doen. Televisieacties, ja. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Kijk, toen heeft het Fonds Zomerpostzegels heeft bliksemsnel een enquête laten doen. Toen bleek dat 73% van de Nederlandse bevolking vindt het een heel sympathiek doel. En vindt bovendien het een hele goede manier om geld bijeen te brengen. Heel ze gaan bijvoorbeeld van het geld van die zomerzegels, van die oudere zegels, gaan ze pas aanhuizen nou, kijk, financieren. Wat is dat precies? Er is in Hengelo een demonstratieproject. En daar staan, kijk, je kunt het hier zien. Ja. En daar kunnen mensen die wat moeilijkheden hebben op allerlei punten, die kunnen dan een aangepast huis zien, hoe dat werkt. Dus het huis vormt zich... aanrecht naar beneden, dat is handig. Dat huis komt de bewoner als het ware tegemoet. En als je nou ouder bent, dan heb je soms nodig dat zo'n aanrecht zakt. Dat de kastjes niet te hoog hangen en dat soort dingen. En dat wordt mede gefinancierd door de zegels. Van wanneer af kun je ze kopen? Morgen. Morgen, 20 april dus. Ja. Nou eventjes naar je gewone televisiewerk, hè. Want je bent eigenlijk altijd degene geweest die de gevoelens die gewerkt bij de VARA, hè, socialistische omroep. Later zei je bij de TROS, dat is eigenlijk hetzelfde, dus ook omroep voor de gewone mensen. Ja. Maar nou heb ik het idee dat je de laatste tijd heel vaak de gevoelens van het volk vertolkt. Hè? Maar vind je nou eigenlijk niet dat als je journalist bent, dat je dan juist... een beetje kritisch zou moeten zijn in de zin van dat je het volk wat andere ideeën geeft dan ze zelf al hebben? Ja, daar zijn we dus mee bezig. Kijk, er leven om... Kijk, het gaat niet goed in Nederland. Daar moeten we echt eerlijk in zijn. De regering kan het ook allemaal niet meer aan. En ik weet niet of dat de schuld van de regering is, maar in ieder geval, de problemen zijn zo groot geworden dat we komen daar niet meer uit. En onder de mensen leven ontzettend veel... Je kan zeggen onlustgevoelens. Dat is nooit onder woorden gebracht. En wij proberen nu, dat is dus Niek van Rossum en ik als voordrachtskunstenaar en Frits Berend, hè, de tekenaar. Wij proberen gezamenlijk een column te brengen op de televisie waarin wij datgene wat de mensen voelen onder woorden brengen. Met de bedoeling dat van jongens, dat hoef je niet te nemen. Ja. Straks gaan we naar de stembus. Ga stemmen en kies dan de partij waarvan je denkt dat die het beste die problemen aan kunt. Ja. Je hebt, toen je hier 2 jaar geleden was, toen zei ik tegen jou, stel nou dat je minister-president bent, wat zou je dan doen? Weet je nog wat je zei? Nee, ik weet niet meer. Je zei weg met de PvdA. Oh ja, dat was. Nee, daar heb ik een beetje spijt van. Oh ja, ja, want inmiddels is er natuurlijk ook wel wat veranderd met de PvdA, hè? Nou ja, kijk, je hebt het socialisme is natuurlijk in de hele wereld zit in problemen. Omdat ze de mensen
ja, wij dachten dat dat allemaal ideaal was en zij konden de boel prachtig oplossen. En nu blijkt dat dat niet zo is. Ook het socialisme is niet opgewassen tegen de problemen van de moderne maatschappij. En de kiezers straffen dat af. En dat zie je, maar weg met de Partij van Arbeid, we gaan te ver. Want als je nou ziet hoe Kok het doet, dat is toch heel goed, hè? Ja, ben jij een beetje gek op Kok? Nou, ik heb het altijd een hele aardige en goede man gevonden. Maar ik vind bovendien dat hij... ik vind hem als minister van Financiën, had ik nooit gedacht dat zo goed zou gaan. Dus we moeten zeker de Partij van de Arbeid houden, maar niet zo groot hoor. Ja. Nou eventjes terug naar die zomerzegels. Ja? Van die opbrengst onder andere wordt ook de oudere telefoon gefinancierd. Ja. Hè? Dus als mensen vragen hebben op het gebied van ouder zijn... Ja? Dan kunnen ze die oudere telefoon bellen. Heb jij toevallig dat nummer bij je? Of, Nou, ik heb wel de papieren ervan, maar ik heb dat nummer nog niet. Oh, nou, dat zullen wij hebben wij dan... dat nummer? Nee, dat nummer hebben wij ook niet. Dat is niet handig, maar dat geven we dan in de loop van de uitzending nog. Het is een initiatief dat, ik weet niet of het al werkt hoor, of ze dat opzetten, maar er komt een 06-nummer. Ah, er komt een 06-nummer en dat wordt onder andere met de opbrengst van die... Zomer-ouderzegels gefinancierd. Er zijn zoveel dingen die oudere mensen niet weten en die zitten daar enorm mee. En dan zorgen wij met z'n allen, hè, als we die zegels kopen, dat onder meer die telefoon er komt. Dat die mensen gewoon naar een 06-nummer kunnen bellen. En dan kunnen ze zich eens uitpraten met adviseurs en zo. Dankjewel Wim. Leuk dat je er was. U weet natuurlijk allemaal dat als je biefstukken maalt, dan wordt dat tartaar of gehakte biefstuk. En Gabri Buitelaar gaat vertellen met de slagers die verstand hebben van vlees, wat je er allemaal mee kunt doen. Wat doet u nou, slager? Het is toch zonde van zo'n mals biefstukje? Mevrouw, dat is helemaal niet jammer. Dat is helemaal geen zonde. Voor onze gemalen biefstuk gebruiken we altijd dit mooie magere malse vlees. Om te malen door de gehaktmolen. U hebt toch geen klap van die vleesmolen gehad? Ik heb helemaal geen klap van de molen gehad. Al zeggen sommigen om me heen in mijn omgeving wel eens van wel. Maar echt niet hoor. U ziet het. Dit mooie vlees, vers uit de molen, het lekkerst. En we gaan hier een aantal leuke dingen mee doen. Met de gemalen biefstuk of tartaar, want zo noemen we het ook wel eens. De tartaartjes normaal kruiden en zouten, even om en om bakken. En dan gaat het om het sausje. De eerste methode, met wat piccalilli eraan toevoegen. En dan noemen we het tartaar Westmoreland. Tell me more, tell me more, tell me more. Westmoreland, u weet wel, over de plas, aan de andere kant van de oceaan. Het kan ook op zijn beiers. Dan is het heel belangrijk dat u de uieringen even door de bloem haalt en dan even lekker fruit, goudgeel, aanfruiten. Met wat stukjes paprika erbij, op zijn bijers. Maar vandaag gaan we het toch heel anders doen. Doe de gemalen biefstuk in de kom. Peper, zout en een snuifje curry erbij. Ondertussen fruiten we een uitje. Dat laten we even wat afkoelen. Als het afgekoeld is, voegen we het bakvet en het uitje toe aan onze tartaar in de kom. We gaan dat goed door elkaar mengen en daar maken we er kleine balletjes van. Ondertussen hebben we een eitje geklutst, balletjes erin, gepaneerd. En nu komt de clou. We gaan ze friteuren in ongeveer 180 graden. En dan moeten we oppassen dat we dat maar 1,5 à 2 minuut doen. Want anders worden ze te gaar, want het is juist fijn... als er nog een tikkeltje rosé uit dat vet tevoorschijn komen. Even afdeppen met wat keukenpapier. En dan maken we een snel koud sausje. Neem evenveel mayonaise als Bulgaarse yoghurt. Door elkaar roeren. We voegen daar een glaasje witte portwijn aan toe. Peper of tabasco naar smaak. Dat moet u zelf bekijken. Niet vergeten wat verse bieslook, die gaan we even lekker snipperen. Dat staat heel leuk en het smaakt nog lekker ook. En dan gaan we hem combineren met onze gepaneerde tartaarballetjes. En als u dat op deze manier opdient, dan ontstaat er, dat verzeker ik u, enthousiasme aan tafel. 1, 2, 3,
4, 5. Het vijf uurtje. En u weet het. Pakken, happen en raden. En wat is het deze week? Oh, moeder heeft honger. Volgens mij. Volgens u? Is het palingworst. Ja. Mevrouw, zal ik u eens wat vertellen? Het is geen palingworst. Mm. Ik ben de felle hapster. Dat is toch niet moeilijk? Wat is het? Roomsalaas. En wat is het? Even diep nadenken. Gekookte worst? Gekookte worst. Je hebt het gewonnen. Gekookte worst. Zo uit de ketel. En deze week gaat de... Rira Roaren! Naar... Sandra Hogeweg uit Arnhem. Sandra Hogeweg uit Arnhem. Je hebt het gewonnen, maar dan moet je voor ons het keurslagersuppeltje. Oké, ga je gang. Fantastisch. Een lekkere rollade en goed braden. Ja hoor. Alsjeblieft. Ik krijg altijd honger van het onderwerp, hè? Maar ja, dat komt zit ook om 5:30. Dus dan is het een beetje etenstijd ontworden. Wij gaan even eruit voor de reclame, maar blijf kijken, want we gaan het dadelijk hebben over... moet je nou wel of geen donorcodicil bij je dragen? En daar is wat over te doen.